Persoonlijk vond ik het in ieder geval heel erg onwaarschijnlijk dat uh, de Israëlische overheid totaal verrast werd ja. door die aanslagen. Als je ziet dat uh, die inlichtingendiensten, de Mossad, uh, maar ook uh, de CIA, die houden heel goed in de gaten wat er overal uh, gebeurt. Die zijn ongetwijfeld ook actief in Gaza, waar ze uh, verkleed als Palestijn de hele dag door inlichtingen verzamelen. Die grens die wordt met de ja. meest moderne technologieën uh, bewaakt. Uh, er zijn ook uh, oud-leden van uh, de IDF, de Israeli Defense Force, die ook hebben gezegd... ja, die grens, als daar een kat te dichtbij in de buurt kwam, dan gingen al alle alarmbellen af... En als je dan ziet dat uh, duizend Hamas-leden met uh, voertuigen en uh, raketten zich allemaal hebben kunnen mobiliseren zonder dat iemand iets door had, en dan heb ik het nog niet eens gehad over alle voorbereidingen die daaraan ten grondslag uh, liggen, dan vind ik dat heel erg onwaarschijnlijk. En dan ga ik ook nadenken: ja, wat voor belangen zouden hier achter schuil kunnen gaan? Is het denkbaar. Dat de Israëlische overheid uh, ervan op de hoogte was dat deze aanslagen gepland werden en uh, ze misschien heeft toegestaan. Uh, misschien heeft gezegd, nou laat maar gebeuren, want dan hebben wij daarna een goede reden om andere belangen na te streven. Uh, er zijn vorige week wat documenten uitgelekt uh, van, van de Israëlische overheid, die zijn ook geverifieerd als authentiek. Waarin uh, uitvoerige plannen werden omschreven om uh, ja, alle Palestijnen eigenlijk uh, te deporteren uit Gaza. En vervolgens te verspreiden over uh, ja, niet alleen delen daar in de regio, maar ook uh, delen van Europa en Canada. Dus dit zal ook waarschijnlijk uh, weer heel veel uh, migratiestromen gaan opleveren.